Hi en welkom bij deze nieuwe video op mijn YouTube kanaal. In deze video ga ik jullie laten zien hoe je op een spirituele manier jezelf kunt reinigen. Het is vandaag namelijk, als je deze video kijkt, nieuwe maan. En dat is echt de perfecte timing om jezelf een spirituele reiniging te geven. Ik ga je dus in deze video laten zien wat de spirituele reiniging inhoudt. En ik doe dit dus eigenlijk voornamelijk om even mezelf helemaal te cleansen van alle energieën. Om even alle negativiteit uit mijn energieveld te halen en om weer gewoon echt even clean te zijn qua energie om de aankomende maand in te gaan. En het helpt echt. Ik vond het eerst altijd heel zweverig en heel spiritueel dus inderdaad. Spiritueel wordt vaak vergeleken met zweverig. Maar het helpt echt. Wanneer ik mezelf gecleansed heb, dus echt een spirituele reiniging heb gegeven, merk ik gewoon dat ik me echt een stuk verlichter voel. Alsof alle zware energieën van me af zijn. En ik doe dit vaak om mezelf heen, maar ook in de ruimte. Zodat ik echt weer vanaf een begin af aan, vanaf een beginpunt kan beginnen. Dus echt even alle energieën uit de ruimte halen. Ik doe dit aan de hand van Florida water. Aan de hand van witte salie en aan de hand van Palo Santo. Ga je dus ook laten zien hoe ik het doe. Als allereerst begin ik met Florida water. En dit is gewoon een kolonje bestaande uit alcohol, water en geur. En het heeft een geur die best wel kruidig is. Maar best een lekkere geur. Het is wel echt een beetje een spirituele geur. Als je het ruikt, dan denk je ook echt, ja, dan denk je ook wel wat aan spiritualiteit, denk ik. Wat ik hiermee doe, is dat ik wat op mijn handpalmen doe. Gewoon één keer om swipe en dan ga ik met mijn handpalmen over elkaar heen, zodat het dus in beide handpalmen zit. En dan begin ik met het cleansen van mijn hoofd. Ik wrijf gewoon over mijn hoofd heen en een beetje daarnaast, want je energieveld gaat gewoon verder dan alleen je lichaam. Je energieveld zit letterlijk om je heen. En die maak ik op deze manier ook schoon. Dus ik was mezelf eigenlijk in deze geur. Het is een hele aparte geur. En ik laat gewoon mijn handen heel erg eigenlijk doen wat mijn gevoel mij ingeeft. Dat is het allerbelangrijkste. Want jouw gevoel weet gewoon wat er gereinigd mag worden. Dus dit is ook gelijk een hele goede oefening om je over te geven aan je gevoel. Vervolgens pak ik mijn Albana schelper bij en daar ligt witte salie in. En dit is gedroogde witte salie. Zoals je kunt zien steek je die aan en daarmee dan komt de rook vanaf. En met deze rook kun je dus je kamer reinigen. Ik zet meestal wel een intentie uit om de kamer te reinigen. Dus een intentie houdt in welke gedachten ik uitzet om de kamer mee te reinigen. Dus bijvoorbeeld mijn intentie vaak is om het schoon te maken en om gewoon weer nieuwe energie in die kamer te laten komen. Vaak zet ik bijvoorbeeld de intentie in de werkkamer voor creativiteit uit en in de slaapkamer voor rust, reinheid, romantiek kan bijvoorbeeld. Zo zet ik voor iedere kamer een intentie uit. Eerst reinig ik mezelf weer en daarna reinig ik de kamer, zodat ik zelf echt clean ben, schoon ben van energie en
daarna de rest van de kamers eigenlijk kan gaan reinigen. Het is heel simpel. Je gaat gewoon met witte salie om jezelf heen. En ook hierbij weer, volg echt je gevoel. Dus kijk echt wat jouw gevoel aangeeft. Meestal speel ik ook echt een beetje met de rook die er vanaf komt. Wat ik nu ook even heb gedaan is even mijn gidsen en de mensen, de energieën die ik bij me draag. Ik geloof daar wel in dat je gidsen bij je draagt. Mensen die een bepaald pad opsturen of mensen, energieën die een bepaald pad opsturen, entiteiten. En die bedank ik dan ook even dat zij aan mijn zijde staan en mij helpen. Ik merkte althans dat die nu aanwezig waren, dus, of zijn. Dus die bedank ik dan. En dat klinkt inderdaad wellicht weer zweverig, want jullie zien niemand. Maar ik voel echt daadwerkelijk dat hier gewoon iemand staat achter mij. En dat hier ook nog iemand staat. Ik kan niet precies, volgens mij zijn het 2 of 3 energieën die er zijn. Maar ik voel dus daadwerkelijk dat er iets is. Ja. Je ziet in feite niks, dus je kan heel snel denken, je bent gek. Maar je gevoel is niet gek. Je gevoel is je gevoel en dat is niet... Je gevoel geeft dat niet zomaar aan, om het zomaar te zeggen. Dus daar mag je echt op vertrouwen. En als je echt een band wil krijgen met je gidsen, met je spiritualiteit, met je engelen, met het universum, mag je echt gaan vertrouwen op jouw gevoel. Goed, nu ga ik de kamer verder reinigen en ik begin altijd in de hoeken. En dan neem ik zo de rest van de kamer mee. En planten vinden witte salie ook altijd super prettig en fijn. Dus planten en edelstenen neem ik altijd mee met de reiniging. Je merkt gewoon echt wanneer je ze gereinigd hebt of wanneer je ze reinigt dat ze het gewoon beter gaan doen. Dus doet je plant het slecht, geef hem wat witte salie... rook en je merkt echt dat hij het beter gaat doen. Goed, de witte salie hebben we gehad. Ik vind het persoonlijk niet zo'n hele prettige geur. Dus wat ik vaak doe daarna, ik ga hem nu eerst uitmaken. En daarna pak ik het stukje Palo Santo hout erbij. Dat is dit hout, speciaal Palo Santo hout. Ja, je ruikt het zo niet, maar als je het aansteekt heeft het een andere geur. En dit vind ik persoonlijk net een wat prettigere geur hebben dan witte salie. Dus ik ga altijd nog even met Palo Santo hout erna. En meestal reinig ik eerst de ruimtes met witte salie om echt even een schone energie in de ruimte te geven en te creëren. En daarna zet ik een intentie met Palo Santo hout uit om de ruimte weer op te vullen met een bepaalde energie. Mits ik daar behoefte aan heb, bijvoorbeeld in de slaapkamer of in de werkkamer. Ook mezelf neem ik vaak weer mee met dit hout. Dat het gewoon net wat lekkerder ruikt. Het ruikt gewoon, ja, een beetje naar verbrand hout of zo, maar... ja, niet, het stinkt niet. Ja, ik vind het persoonlijk niet zo stinken.
Doe dit trouwens ook niet te vaak, hè, want verbrande dingen die zijn over het algemeen niet echt goed voor je gezondheid. Dus ik wil je echt niet aanraden om dit maandelijks te doen. Doe dit eerder één keer in de 3 maanden. Één keer in de 3 maanden zou ik ongeveer aanraden. Tot één keer in het half jaar of zo. Al is dat wel erg weinig. Maar één keer in de 3 maanden is een mooie periode om dat te doen. Ook omdat je dan met de cyclussen zit. En je kunt het bijvoorbeeld doen wanneer je weer een nieuwe cyclus ingaat. In die zin de lente ingaat, de herfst ingaat, de winter ingaat of de zomer ingaat. Dan zou dat mooie tijden zijn om zoiets te doen. Dat was de video weer voor vandaag. Ik hoop dat je hem leuk vond. Heb je nog vragen? Laat het me vooral weten in de reacties en in de comments. En ik hoop natuurlijk dat je er iets aan gehad hebt. Zie ik je heel erg graag volgende week weer terug bij een nieuwe video.